Linnen is de koning van de kunstwereld. Het is soepel, het is sterk en het gaat ontzettend lang mee. Rembrandt en Van Gogh die wisten het al. Linnen is de perfecte ondergrond voor onze olieverfschilderijtjes. Maar linnen ziet er van zichzelf eigenlijk nogal gewoontjes uit. Maar om het beste schildersdoek van de wereld te maken heb je enorme machines nodig. En de minutieuze arbeid kost maanden van geduld. Je zou zo'n lijstje met linnen zou je eigenlijk gewoon in het Rijksmuseum moeten ophangen als je wist hoe het werd gemaakt. Linnen, hoe doen ze dat? West-Vlaanderen in België. Het begint allemaal op een veld als dit. Hier groeit het vlas waarvan het beste schildersdoek wordt geweven. Vlas is een van de oudste gewassen ter wereld. De vezels zijn tweemaal zo sterk als die van katoen en werden al gebruikt voor het inpakken van Egyptische mummies. 3 maanden na het zaaien kan het worden geoogst. Deze machines zijn speciaal voor dat doel gebouwd. Als we de planten simpelweg afsnijden, blijft er waardevol vezelmateriaal achter op het land. Daarom trekken ze de planten met wortel en al uit de grond. Elke stengel van een meter bevat honderden vlasvezels, maar die zitten stevig aan de houtachtige kern vast. De oplossing is verrassend eenvoudig. Het vlas blijft op het land liggen tot het begint te rotten. Regen, dauw en schimmels doen langzaam maar zeker hun werk en de vezels raken vanzelf los van de kern. Maar om alle vezels los te maken, moeten beide kanten van de stengels worden blootgesteld aan de elementen. Daarom gaat na een maand deze speciaal gebouwde vlasomkeerder het land op om, jawel, de stengels om te keren. Een week of 4 later kunnen ze worden binnengehaald. Dit vlas behoort tot het beste ter wereld. Maar om er schildersdoek van te maken, zijn er maar liefst 4 verschillende fabrieken nodig. Eerst gaat het naar de fabriek van De Kock, vlak over de grens in Frankrijk. Hier verwerken ze tot 20.000 ton vlasstro per jaar. Het gaat erom de lange vezels waar linnen van wordt gemaakt te verwijderen. Dat doen ze met behulp van dit 60 meter lange mechanische monster. Hierin worden de stengels geslagen zodat de vezels van de houtkern worden verwijderd. Maar de waardevolle lange vezels komen in een verwarde kluwe uit de machine tevoorschijn. Daarom worden ze gefatsoeneerd met een reeks metalen kammen. Dat proces heet hekelen. De kammen verdelen de vezels in duizenden draden, de vezeldraadjes. Fabriekseigenaar Jean-Luc De Kock is tevreden met het resultaat. Oké, I will check if it's good for wood fiber. I think it's good. It's very strong. You see the fiber is divided. Good fineness, so I think it's really good for canvas. Maar je kunt nog niet zomaar schildersdoek maken van die fijne vezeldraadjes. Daar moet eerst garen van worden gesponnen. En dat gebeurt in fabriek nummer 2. Aan de Belgische kant van de grens, in Lokeren, spint Fur Belgium al vlas sinds 1845. Vlasvezels variëren in kwaliteit, afhankelijk van de groeiomstandigheden en het oogsttijdstip. Om die verschillen glad te strijken, halen ze het materiaal door deze mengmachine. Daarin worden de vezels losjes bijeengevoegd tot pluizige strengen. Nu kunnen ze door dun garen worden gedraaid op deze 16 meter lange spinmachine met 96 spoelen. 4 uur later is het garen gereed. Vanuit de spinnerij reist het 16 kilometer naar fabriek nummer 3, waar er linnen van wordt gemaakt. Dit is Libeco Linens in Meulebeke. Hier staan 65 weefgetouwen dag en nacht te dreunen. Ze produceren onafzienbare lappen stof voor talloze doeleinden, van kleding tot borduurstof. Voor schilderlinnen komt alleen fijn geweven linnen in aanmerking. Het wordt geproduceerd op dit aparte weefgetouw dat niet meer dan 15 centimeter stof per minuut weeft. Dit is een prestigieus product, dus het linnen moet in vlekkeloze staat de fabriek verlaten. En daar zorgt Martine Verbeke voor.
Ze is een expert op het gebied van kwaliteitscontrole. Eerste jaar, tweede jaar is moeilijk. Maar na veel jaren uw ogen fixeren op de fouten, ja. Ze herstelt weeffouten met de hand. En kleine vlekjes spuit ze moeiteloos weg. De stof is nu bijna klaar. Maar voordat er een meesterwerk op kan worden aangebracht, moet het linnen nog langs de vierde en laatste fabriek. Hier bij Klaasens in Waregem maken ze al meer dan 100 jaar schildersdoeken. Het probleem met vers geweven stof is dat het te absorberend is. Als je hierop gaat schilderen, blijft er van je meesterwerk niets over. Dat wordt opgelost door de vezels af te dichten met deze 15 meter lange afwerkingsmachine. De stof is los en gekreukeld. Voordat het afdichtmiddel wordt aangebracht, wordt de lap opgerekt en platgewalst met een stel rollers. Dan giet operator Eddie Berlamont een synthetische lijm in de machine. Dus ik werk hier 28 jaar op deze machine. En ik vind dat een uitstekend werk. Ook omdat er later iets op geschilderd wordt. Dat je denkt, ik heb dat gemaakt. In de 15 meter lange oven droogt de lijm in minder dan 2 minuten. Maar gedroogde lijm is geen ideale ondergrond voor verf. De kleuren komen er niet goed op uit. Daarom wordt het linnen voorzien van 2 lagen witte verf. Maar daarmee ontstaat weer een ander probleem. Want nu zit je met een 600 meter lange strook waarop de verf volkomen streeploos moet opdrogen. Na de schilderbeurt stijgt de strook verticaal op en verdwijnt op mysterieuze wijze in de muur. Om op deze zolder weer te verschijnen, waar hij in lange lussen wordt opgehangen aan een enorme waslijn aan het plafond. De geverfde oppervlakken mogen elkaar niet raken en daarom gebeurt het ophangen uiterst behoedzaam. 2 weken later kan het linnen worden opgespannen op een raam. De laatste uitdaging is om het linnen strak op te spannen, want een slecht opgespannen doek zakt uit onder het gewicht van de verf. Philippe Huvaar spant het materiaal met speciale tangen op voor hij het vastniet. Hey, nu is dat als een trommel. Hey, kan je... En als die niet wak zegt, allee, als die niet goed opgespannen is, is dat wap wap. Ja. Het is de bedoeling dat die goed aangespannen is. Eindelijk is het schildersdoek klaar om naar een gelukkige kunstenaar te gaan. Het doek ziet er zo prachtig afgewerkt uit dat het bijna zonde is om er overheen te schilderen.